de bezoekersruimte. Volgens mij is dit een ruimte waar de emoties echt de overhand hebben. Want hier ontmoeten de gedetineerden ja, hun familie. Vrouwen, kinderen, familie, ja, familieleden. Ja, hier mag de familie komen. Kennissen, vrienden, broers, zusters. En wanneer die arriveren, dan de gedetineerde die zit op zo'n binnenplaats. En de familie die gaat aan de buitenkant zitten. En ja, het is af en toe heel moeilijk voor de jongens en familie. Wanneer het de eerste keer is, dan spelen de emoties nogal vrij hoog op. En bij het afscheid nemen vooral. En daar moeten wij heel goed op letten. Zeker wanneer de kinderen afscheid nemen. Dat die emoties van die kinderen, zowel naar de familie en de gedetineerden, niet te hoog meespelen. Ja, jij zit hier dan op je stoel. Ik zou zeggen, zit. En dan heb je dat overzicht en dan zie je dat allemaal. En hier zit dan zo'n gedetineerde. Ik draai me dan naar jou toe. Maar normaal kijken ze jou natuurlijk niet aan. Maar je zit inderdaad met... Hoeveel man zit je op een rij? Ja, echt, zeven personen op een rij inderdaad. Het is een herrie van je welste, denk ik, of niet? Nee, je hoort bijna geen herrie. Want die schotten die ertussenin zitten, demmen heel veel geluid. Nou, het plafond draagt er ook aan toe natuurlijk en de muren. En iedereen kan zich goed verstaanbaar maken. Jij zit hier dan te kijken, mee te luisteren, misschien ook wel jouw collega aan de overkant. Camera's hangen hier aan het plafond, die spiegels. Er kan hier bijna niks gebeuren wat niet door de burger kan, of wel? Ik durf gerust te zeggen dat we voor 95% alles tegenhouden, zelfs nog meer. En ja goed, die jongens die ermee wel een overdracht kunnen geven, ja, die hebben dan gewonnen, zeggen wij. Want wat dat betreft is het eigenlijk een spelletje wat je hier meemaakt. Wel eens niet, dus hebben ze het wel gedaan, hebben ze het niet gedaan. Ja, het is echt moeilijk. En dan zeg jij een overdracht en dan denk ik meteen aan drugs, dingen die niet mogen. 95% komt er ook weer naar voren, 95% zijn inderdaad drugs. En de 500% zijn sieraden die we toch weer mee teruggeven. Die ze weer via het bad in kunnen voeren. En de drugs, die nemen we natuurlijk meteen in beslag die we aantreffen. We beëindigen ook het bezoek. En de gedetineerde die gaat naar de ISO toe. En de bezoeker die wordt naar de wachtruimte geplaatst, die wordt overdragen aan de politie. Dan beschrijf je dat allemaal heel rustig en zakelijk, maar volgens mij is dat best wel een heftige situatie op dat moment. Soms kan dat heel heftig zijn als men doordraait, maar over het algemeen accepteert men dat men gepakt is. Dan is het inderdaad helaas pindakaas in de isoleercel. Ja, die accepteert men ook vrij goed en ze weten dat de spelletjes niet goed hebben verloren en accepteren ze vrij goed, ja. Wordt die nu nog gebruikt de laatste 2 weken, deze ruimte? Ik zelf ben niet hier aanwezig geweest, maar ik weet wel dat er een bezoeklijst is geweest. Maar dan niet in deze ruimte, maar in een familiekamer. En daar kunnen ze ongestoord gewoon bezoek hebben. Ja, in deze ruimte, ik geloof niet dat die nog gebruikt wordt. Dus voor de laatste keer zitten wij hier nog binnen. Ja, dus alle wat de muren en het plafonds en de vloer en het meubilair oppikt, is ons laatste gesprek. Ja, helaas wel. Maar ja goed, het is niet anders. Die ervaring nemen we mee.